Waar ben je nu weer? Ik zit hier in Kodaats, in de kantine, om een lekker kopje thee te drinken. Oké, en wat ga je dan doen als dat kopje thee op is? Daarna ga ik lesgeven. Oké, we gaan vanaf het begin. Lorena, jij hebt de solo. Oké. En ik wil gewoon brood passie, oké? Ja? Gaan we. Ik kom uit Utrecht. In Spanje. Je moet eigenlijk Spanje zeggen. In Nederland. Kun je met Espanje? Spanje. Ja, precies. Ja. Heel goed. Moet je eigenlijk veel oefenen voor je instrument? Ja, je moet elke dag al een paar uur studeren. En is dat dan ook zwaar voor je vingers of zo? Aan het begin wel. Okay. Maar uiteindelijk, het wordt steeds lichter, want je wordt steeds sterker. Ja, dus jij hebt nu hele gespierde vingers eigenlijk. Kan er mee door. Maar het is wel belangrijk dat je de goede kleur hebt. Dus, ik geef je twee voorbeelden. Je kan gewoon... Dat is oké. Maar kan je meer duisternis uit de contrabas pakken? Meer rijke kleur, maar ook in de piano. Bassist worden in Argentinië het liefst. Ja. Dus dan wil je gaan verhuizen eigenlijk. Ja, ja. Uiteindelijk wel. Oké. Okay. Ja. En jij, waar wil jij gaan spelen later? Wil artistra, school. Gewoon overal eigenlijk. Ja. Jullie laatste, ik zing het, ik ben er geen topper. Maar laatste, en dan zorg dat je echt in de goede plek begint. Ja, dan, da-da-da. Oké, vanaf hier, nogmaals. Ja, graag allebei, want het is fantastisch voor rust en stabiliteit. Vanaf hier, oké, zelfde. Kort, oké, 1, 2, 3, 4. Energie, dat is hem. Misschien ga ik iets... volksmuziek spelen uit waar ik vandaan kom. Maak nu stop. Ja, yeah, I like it. Good.